this competition from my friends and from my teacher, and I thought it would be a good opportunity to learn more repertoire for the future. Vandaag vindt de voorbereidingsdag van het concours plaats, waarbij we door het programma heen lopen. Aandacht besteed wordt aan het voorbereiden en de mentale attitude tijdens het concours. In het verplichte werk wordt uitgelegd en voorgespeeld door Thomas Beyer. En bovendien, de dirigent van de finale, Jean-Bernard Pommier, komt vertellen hoe je je moet voorbereiden op het uitvoeren en studeren van het piano van Chopin. Waarom doe je mee aan zo'n concours? Hoe bereid je je voor en hoe overleef je het? I really enjoyed the preparation day. I learned a lot and now it's helped me to better prepare for the competition. Ik vond de preparation day erg leerzaam en fijn en vooral motiverend, omdat je ook al die andere mensen ziet die ook meedoen en ook hetzelfde willen als jij, namelijk winnen en hele mooie muziek met elkaar delen. Ik heb me nu ingeschreven voor het concours. Ik wil meedoen omdat ik met een orkest wil spelen. Er zijn altijd verschillende redenen eigenlijk waarom je mee wil doen. De eerste is natuurlijk ervaring en het enorme repertoire dat je in gaat studeren. Toen ik bij je speel, heel erg goed. Het was heel erg leuk, leerzaam, leuke nieuwe mensen ontmoeten en ik heb er zin in.